Ik ben in Rotterdam geboren. En dat ken je misschien nog. Hoe speciaal vond u Krooswijk? Nou, ik vond het erg speciaal. Want ja, je bent, uh, zeg maar, geboren. Want ik was een paar weekjes, toen kwam ik op de Krooswijkse weg uh, terecht. En daar ben ik gebleven. Tot drie jaar terug. Totdat ik hier kwam. En waar was dat op de Krooswijkseweg? Dat was op de Krooswijkseweg, 96. En vroeger was dat de winkel van Jemin beneden. En nu is het het, het pinautomaat. Inderdaad, dat, hebben, dat weten we. Maar ja, Het ja. niet zo gezellig geworden erdoor. Nee, dat is ook zo. En ook wat meer herrie, hè, s'nachts. Met oog op pinnen, ja. Mm. Veel jonge lui. En dan een moppie muziek op. Dus ik was echt om het uur wakker. Even terug naar vroeger, um, als kind zijnde. Uh, heeft er een hele leuke herinneringen aan? Ja, want ik bedoel, uh, er woonden vele familie van mij natuurlijk ook allemaal in Krooswijk. En mijn vader is nog in de Marnikstraat geboren. Maar ja, het was altijd zo gezellig. Ik weet niet, uh, je kon overal terecht bij de mensen als je iets had of wat dan ook. En dat was het fijne ervan. En ik denk dat je dat een hoop kwijt bent. Naar de speeltuin, Kralingse Bos. De speeltuin heb ik altijd, uh, kreeg ik een band om, want ik mocht er niet uit van mijn moeder. Want dan was ze bang. <laughs> Dat kon niet, want dan zat je met die, bank, met die band, maar dan uh, wees je morgens gebracht. Een boterhammetje mee, nou en dan uh, wees je weer opgehaald. In Kralingse, uh, op het strandbad zeggen wij altijd, daar uh, heb ik leren zwemmen. Kijk eens aan, wie gaf dan les? Mijn vader, die ging mee. En op een gegeven ogenblik deed hij de hand los zo. En ja hoor, daar ging ik naar beneden. Maar toen heb ik leren zwemmen. Dat was toch wel heel gezellig. Het was heel leuk. En ik ben één keer via de plas naar Gouda geweest, op de schaats. Ja, dat kan ik me voorstellen als je dat zwemmen moet doen. Dan moet je het schaats ook, <laughs> dan was En dan met de goudse, goudse pijp terugkomen voor ja, mijn ja, ja, ik had wel een kleintje hoor, maar uh, ik had hem toch. <laughs> Nooit wat gebroken? Ja, benen of, of de pijp? Nee, gelukkig niet, gelukkig niet. Ik uh, had de hand aan mijn vader en aan mijn moedersbroer. Dus ik zat lekker in de midden. Ik liet me ook wel stiekem slepen, hè? want dan was ik moe. <laughs> maar ik zeg, ik heb er een fijne jeugd gehad. In de Vermekeer staat de winkeltjes, weet je daar nog iets van? Nou, één weet ik wel, want dan kon je natuurlijk voor één cent. Uh, een duim erop halen en dat was bij Afi van den Broek. En daarnaast zat dan een uh, ja, soort kruidenier. Dat, en dan aan de overkant, dus onder mijn slaapkamerramen kan je wel zeggen, daar zat Smink en dat was de ijsboer. Nou, daar kon je lekker ijsje kopen hoor. Ja, inderdaad, en voor heel weinig centen? Ja, dat is ook zo. Lekkere waaf, geloof 10 cent. Nou, en ook bij Jamin hadden we ook wel uh, die lekkere vierkante blokken met chocola. Ja, ik weet al dat vroeger die uh, wagentjes reden dan door de straat ook. Ja, toen aan de rand kwam er een, uh, een vrouw te zitten beneden mij dan in het potiek. En die verkocht dan de Jaminijs. ijs Dus dat was nog makkelijker. En de ruiten? De ruiten die zat schuin onder mij en daarnaast hadden we de slaan. Ja. En aan de overkant winkels, wat over voerman. Voerman en dan uh, boekenwinkeltje. En dan had je van En dan kwam Haak, nou die zit er nog. Ja, dat was al de zoveelste generatie, ik geloof al de zesde. Uh, nou, wat ik meegemaakt heb, vier. Nou, het kan best wezen hoor. Het zou misschien best zijn dat daarvoor ook nog. Wat ik niet weet. Want mijn vader had nog wel eens vaak over een café bij mij beneden. Maar dat heb ik ook nooit meegemaakt. Ik ben daar komen wonen vanaf de Van Meekerenstraat naar dat huis op de hoek. Deep op de hoek van de Plaretstraat. Er, 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 ze hebben al een café gezeten. Ja, ja. En daarnaast. En van de Marningstraat ook nog. Daarnaast zat je weer een viswinkel. Hoe heette die? Nou, dat ben ik even kwijt. Dat ben ik even kwijt. Teams. De Teams. En daar is nog eens een keer brand geweest. Want toen was ik nogal bang. Want heel de ramen bij ons, dat werd helemaal gloeiend. Eens. En dat vond ik wel echt. Kan erg. je nog wel iets herinneren van uh, jaren terug ook, dat er eens een keer een flinke ontploffing geweest is op de Rookseweg? Nee, dat niet. Wel dan uh, in de oorlog een vliegtuig die kwam op de weg naar beneden. Dat wel meegemaakt. Was ook, uh... Gezien of had ook nog iets van uh, achtergebleven, ideeën of herinneringen van dat vliegtuig dan? Jawel, want uh, dat was een uh, Canadees vliegtuig. En uh, de Duitsers die stonden natuurlijk op het plein en dan mochten we allemaal kijken. En dus had de piloot nog verkocht achter het uh, stuur. Maar allemaal enge ideeën. Maar ja, het is allemaal toch gebeurd. Ja, dat kan je niet uitvlakken, maar daar gaan we maar even gauw overheen. Nog even voor uh, een laatste vraag: hoe bevalt het hier in huisje Rubroek? Nou, ik zal u vertellen. Ik kon in mijn oude huis, ja, ik zeg altijd nog het oude huis. Daar kon ik uh, geen trap meer op. Toen na de rand kreeg ik een operatie, toen kon ik dat arm ook niet gebruiken, dus het werd heel moeilijk. Dat ik wel eens een traantje moest laten, dat ik denk: ik moet hier met de tijd weg. Dit kan niet langer. Dus toen ben ik vandaar naar hier gekomen. Maar ik zeg, ik heb alle gemakken voorzien. Want ik rij met de scoot. Ik heb een rollator. Nou, je hebt hier natuurlijk je kaartavondje. Je hebt contact met de mensen. Ik heb het nu... Nou, laat ik zeggen, ik ben hier ook gelukkig. Je voelt je eigenlijk hier thuis. Ik voel me hier thuis. En dat zeg ik de winkels waar ik altijd kwam. Doe ik nog. Dus ik ben geen vreemde. U bent een tevreden mens. Ik ben een tevreden mens. En voor mijn kinderen ben ik blij dat ik denk dat hun rust hebben. Want moeder is goed verzorgd. Daar ben ik blij. Mee.